Ik ben Christophe Buree van Bakkerij Buree in Oudenaarde en ik stel u graag ons erkend steekproduct, het Adriaan Brouwer gebak, voor. Dus nu gaan we de bodems uitsteken voor de Adriaan Brouwer taartjes om ze daarna verder te vullen met franschipannen. Om de franschipannen te maken gaan we zachtgemaakte boter mengen met suiker. We gaan die luchtig mengen. En dan komen er nog eitjes bij, amandelpoeder en meel. Een eerste laag franschipannen in de taartjes, die ons toelaten om de bodem een beetje te verstevigen. Want door het gebruik van de ananas die we er straks gaan in doen, zou de bodem anders wel wat slap kunnen worden. Hier hebben we dan onze ananas die erin gaat. En die gaan we nu in de vormpjes doen. Dat is gemalen ananas die we gemengd hebben met abrikozenconfituur. De franschipannen die we gebruikt hebben als versteviging van de bodem daar straks, gaan we nu ook bovenop de ananas aanbrengen. Om ons Adriaan Brouwer taartje af te sluiten gaan we nu amandelen mengen met suiker en een beetje eiwit. En dat gaat straks een heel lekker krokant laagje vormen. En nu ze gevuld zijn kunnen ze de oven in. We duren een half uurtje op 180 graden. Zo, de taartjes hebben een half uurtje in de oven gezeten en kunnen er nu uitkomen. De bedoeling was om als bakkers samen te werken, om zo naar buiten te komen toch met een uniek Adriaan Brouwer taartje die door alle bakkers konden verkocht worden. Oké, hier staan we dan bij Adriaan Brouwer, geboren in Oudenaarde. Niet vis van een pintje, maar een ongelooflijke schilder. En ter ere van hem hebben we het Adriaan Brouwer gebakje terug nieuwe liefde geblazen samen met alle collega's van Oudenaarde. De ideale serveertip bij het Adriaan Brouwer gebakje, vrienden en een AB'tje. School. Schoon, smakelijk, jongens.